volledige staat hier. Echt... Oh, we gaan beginnen. We zijn begonnen. Serieus? Ja, serieus. 100%. Oké, ready? Daar gaan we. Oké. Dan deze pack is voor Milan. Nee, je gaat nu geen pack opening doen. We beginnen. We beginnen, gaat. Ja. Half uur te laat, lijkt een man. Ik weet niet of ik moet lachen of huilen. Ik weet niet wie jullie zijn, hè? Hoe werkt dit ook weer? Even serieus, de controls. Gewoon lopen. Ja, hoe spring je? Ik doe het met de muis. Met A. En je moet ook duiken, met X. Met X duik je. Dat is het enige wat je hoeft te weten. Ja. Moet je in die groene? De gouden is beter, maar dat maakt niet zo uit. Respecteer de sombrero. Oh, ik ben er vanaf gevallen. Oh, shit. We allemaal. Ik loop in de top 15. Nice. Andere kant op. Ik ben er nog, jongens. Nou, dat is goed. Blij dat je nog bent. Ik ben er nog. En we gaan nu weer een Pokémon pakje doen. Deze voor Link. Let's go! Thijs doet zijn race door. Even een packje. Terwijl mensen gaan daar. Ik weet echt niet wat ik moet doen ook. Ik loop gewoon mensen achterna of zo, I guess. Ja, ik zit in de blauwe buis nu. Rennen! Oh. In de buis! Let's go. Oh, je zit achter me. Zijn mensen gefinished? Je zit achter me, Link. Goeie. Worden ze nu al mensen gefinished? Ah, ik heb dat ding niet. Ah, die papezen. Ik ga ook finishen. Ik ga het halen, ik heb het gehaald. Ik ben er ook. Ik ben er bijna. Klep! Ik ben er bijna. Nog twee mensen? Ja, ik ben er! Lekker Milan! 41ste! Lekker Milan! Milan, ja! Ja! En wat is er nu met mij gebeurd dan? Jij bent af. Jij moet nu? Jij moet nu ons supporten, zeg maar. Tot ja. Jij moet nu commentaar geven wat wij doen. Tot de volgende ronde, zeg maar. Dus ik kan nu weer Pokémon pakken. Nee. Ja, pak je op. Ah, dit was echt leuk, man. Twitch. Hier heb je half uur voor gewacht. Ik wil toch even benadrukken, dit is een $50.000 Twitch Rivals prijzen pot, zeg maar. En we moesten net uitleggen hoe ons teammate, zeg maar, moest lopen. Ik wou toch even duidelijk maken, zeg maar, dat iedereen dat heeft gehoord. Okay. Nee, maar plezier is belangrijker dan... Oh ja, hoeveel lol had je net? Ja, best wel veel. Met die Pokémon packs, ja. Link en Milan, ja? Zie je dat plateau rechtom? Je moet gewoon naar beneden lopen. Daar staat een plateau, daar sta je gewoon op. Dat is hoe je deze haalt. Je loopt gewoon letterlijk hier naar beneden en dan land je op dit plateau. En die draait en dan pak je gewoon die trapeze als die gaat draaien. Ja? Ik weet het ook niet. Oké. Je hebt letterlijk, als je net naar beneden loopt op het spamplatform, daar heb jij een... Kut. Een plateau hier. Pas 9%. Oh, daar, ik zag hem. Ik ga even opzoeken, heet jij puddingboom gewoon? Fuck! Ja. Dit is puddingboom. Oh my god, unlucky. Puddingboom gaat het halen. Hij gaat niet halen. Ja. Hij heeft 70%. Oh, lekker puddingboom. Oh, puddingboom, legend! Legend! 100%! Ja, baby, woo. Milan heeft 21, hij is echt slecht. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Letterlijk op het plateau, je spant, zeg maar, als je valt. Dan, je moet in dat gele blijven, dan krijg je punten. Oh, dat plateau, daar. Ja, je hebt letterlijk een plateau onder de span. En dat je heel duidelijk bent welk plateau. Ja, ik bedoel, hoe moet ik dit uitleggen? Als je niet dit spel... Ik ben afgast bij jou. Ik ben ook af door jou. Hoe is het door mij? Ik ben ook af door jou. Ja, nee, ja! Heel vervelend, pudding. Ik ben zo blij dat dit solo-shows zijn, trouwens. Echt ongeluk. Dat is gewoon solo-performance. Als jij nu doodgaat, wat dan? Dan zijn we helemaal weer klaar. Nee. Dit is... Dit doen we drie keer als het is. Ja, klopt. Als ik nu afval, dan hebben we een probleem. Maar als ik kroontje pak, dan zijn we 100% door. Dus, maar dan moet ik de win pakken. Maar dat gaat niet gebeuren. Maar... Hey. Jawel. Tuurlijk wel. Weer deze, leuk. We hebben vertrouwen in jou. deze map heet Pipe Dream. Yo, Dream? Pipe Droom. Ik vind het wel mooi dat jij denkt aan Dream van Minecraft en dat Enzo aan iets heel anders aan het denken is. Nee, ik denk ook die nieuwe Minecraft update. Oh, jij denkt ook. Oké. Die is niet. Die is wel leuk. Ja, waar is onze winnaar? Ja, goeie. Gast, hoeveel moet ik scrollen voordat ik jou zie? Ik zie jou. Oh, je hebt een leuke skin, man. Is dat van Minions? Nee. Is dat van Halo? Leid hem nou niet af. Is dat van Ubisoft? Oh, ja. Oh, is dat het nieuwe Pokémon?
Hij gaat gewoon tussen die ventilator door. Oh, wat een baas. Hij heeft schijt aan airco. Ja. Kijk dan, kijk prima. Hem vliegen. Airco, prima. Prima, Marco. Nee, airco. Airco, prima. Zo, zo. Oh, jij speelt dit vaker. Ja, hij heeft geen vriendin, hè? Ik heb hem te volgen. Oké. Ja, is goed. Leuk weer. Ja, een zeeje van tijd, want hij woont nog thuis. Nu heb je letterlijk mijn ziel net gebroken. Gaan als janken, gast. Bro. Respecteer de sombrero. Wel een beetje enthousiast zijn, Pudding. Je bent vet lekker bezig. Ja, hij is geconcentreerd. Ga rechts. Oh, mijn god. Dit gaat ja. Nee, niet doen. Wat doe je nou, gast? Nee, is prima. Dat is de guarantee. Nice, bro. Wat, bro? Okay. Lekker. Klep even voor je, Pudding. Oh, baby! Oh. A triple! Sorry, ik liep me even gaan. Lekker, 16, man. Pudding. Oh. 16. Ja, ik voel hem! Oh, dat is wel af door jou. Nee, hoezo? Ja, Link en ik zijn af door jou. Dat maakt niet uit. Nee! Ja. Je wilt alleen alle shine op jezelf hebben, hè? Nou, wil je zelf nog promoten? Twee spullen, 6 Pudding, jongens, het plan is gewerkt, jongens. Ze zijn af. Alle aandacht op mij. Get fuck, losers. Oké. Ja, we zien. En nog een shitpakje. Mijn dag kan echt niet stuk. Oké. Okay. Oh nee. Oh, je bent de final. Dat is de finale? Ja. Oh nee, niet deze. Oh. Kijk, hoor. Okay, je moet letterlijk gewoon die ronddraaiende dingen door. Oh, dit is mijn lievelingsmap. Ja, mij ook. Nee, dat mag helemaal niet. Je hebt net geen strategie. Ik geloof het ook nog gewoon. Ik gewoon volledige verbazing geloof ik die man. Ik moest hem net vertellen hoe die moest lopen. Ja, gewoon net zoals zijn broer. Vervelend zeg. Maar er zijn wel grabbers. Ja, maar deze man. Er zijn grabbers. Wat zijn grabbers? Aan de andere kant, op. Ja, mensen die je vastgrijpen zodat je tegen dat ding aanknalt. Je moet zo ver mogelijk aan de rechterkant blijven. En ben jij niet zo'n grabber dan? Nee, ik heb vooral paniek, zeg maar. Pudding is single, dus die is een pussy grabber, denk ik nu. Nee? Oh, oké. Okay. Nee. Dus ik mijn concentreer gezicht, sorry. Wacht. Nee, maakt niet uit. Kan je niet afleiden. Blijf het blauwe. Ik heb nog nooit een boom gezien van Pudding. Hoe kom je bij die naam? Ja, dit is een lang verhaal, maar... Niet nu doen! Waarom heb ik nu? Ik ben aan het concentreren! Blijf aan de rechterkant. Laat hem gewoon even. Ding afvallen. Je kan makkelijker naar links toe springen dan naar rechts. Link, je bent af! Ja, ik ben toch aan de backseat gamer, backseat bro! Backseat gamer! Hou je back! Wat doe je? Jij fucking clown. Dit is zo dom! Waarom? Ik ben zo fucking slecht in dit spel. Nee! Wat de... Ik zou blijf aan de rechterkant. Ik werd zo gefrustreerd, Link, van je backseat gaming. Ik was spontaan op controle werken. Je moet gewoon een keer luisteren naar me. Link had fucking goede tips. Hey, maar hoe kom jij die zelf dan? Maar gebruikt? Ja, dat kunnen we nu even vertellen. Ja. Nou, het begon allemaal in 1996. Toen was je geboren. Ja. Ik heb niet echt zo'n leuk verhaal eigenlijk. Maar volgens mij was ik gewoon letterlijk. Ik heette vroeger. Kennen jullie Warrock? Vast niet. Dat was een schietspelletje. Is dat zo'n man in World of Warcraft? Nee. Nee, het was een schietspelletje. Maar daar moest je voor betalen en anders kon je niks. En dat heette Premium. Toen heette ik Pro Premium. Maar toen ik zeg maar 14 was, toen vond ik dat nogal kut. Dus toen ging ik naar Pudding. Ik dacht dat je daadwerkelijk interesse had, maar ik was vergeten. Nee, maar serieus, Pro Premium. Ja. En toen had je spel betaald. Het kostte veel geld. Ja. Was dat in gulden of euro? Nee, dat hoeft niet meer. Deze interesse, nu prik ik er doorheen. Hè? Nu prik ik er echt volledig doorheen. Doe maar gewoon een Pokémon pakje of zo. Beter voor iedereen, denk ik. Hoe doen ze dit trouwens? Dat die Mick bijvoorbeeld, die zit elke keer alsof wordt hij half meegesleept. Ja, dat heet delay. Ja, dat is inderdaad als je delay hebt. Nee, backseat delay. Maar wat mensen dus vaak doen, is ze grijpen je zeg maar 1 seconde, zodat je net niet meer kan jumpen. Zodat je tegen dat ding aankomt. Waarschijnlijk gaat iedereen gewoon, deze 4 gaan het gewoon allemaal halen en dan... Ja. Dan hebben ze allemaal gewoon een kantje. Ja, ik was gewoon afgeleid. Nee, Mick is weg. Ja. Maar dit is ook echt dat werkt een makkelijke finale. Nee, ik denk dat de QLN gaat winnen. Nee, dit is af. Dit is ook een beetje... Die is af. Wacht. We zijn volgens mij sowieso geplaatst, want ik ben wel in die finale gekomen. Dus dat is wel 1 punt voor ons team. We hebben geen Ik heb geskipt, was dat goed? ik wel. Ik heb geskipt. Ik ben er weer. Ik ben niet de laatste. We moeten weer wachten, denk ik. Ja, we gewoon inblijven. Wie is Keroro dan? Ik zie in de chat, Keroro was eerste. Keroro was eerste, denk je. Oké, ja, wie is Keroro? Hé, maar kan ik nu plassen? Ja. Ja. Oké. Ik ga even plassen. Wacht.
Denk ik? Weet ik niet trouwens. Maar snel bent. Ik bedoel, hoe ziet het laatste gezegd, zo eruit? Er wordt gezegd, alsjeblieft je cam links onderin zetten. Dus pudding. Ik zal hem even links zetten. Daar heb ik toch links onderin. Ik zal even een plaatje van jouw hoofd. Dat heeft naar iedereen gestuurd. Maar, ik weet niet of jullie cam schuld onderin van Link? Ja, dat vond ik ook. Het was ongelooflijk, hè? Ja. Met zijn backseat gegame in mijn oren het schreeuwen. Zelf eraf. Ik moest gewoon een keer luisteren naar mij. Ja, maar als je nou naar jezelf had geluisterd, dan zat je ook in de finale, Link. Maar hey, was gewoon een goed run. Het was een inkompotje. Ik ben zo iemand die van die race mapjes houdt, niet van die survival mapjes. Nee, dat vind ik ook minder. Maar inkompotje. Ik was verbaasd. We waren alle drie gewoon door. Best wel goed. Ja, dat is waar. Ik was zelfs in de eerste ronde eerder dan jij gefinist. Ja, je liep voor me met je neus. Ja, joh. Goed, joh. Komt goed. Iedereen boos en zo. Hey, hoe kom je aan die naam? Ja, klopt. Milan en Link en man schreeuwen wat ik moet doen. Kom eens waar. Ja, het is oké. Dat besef ik niet. En ik wel, ja. Jullie waren gewoon aan het schreeuwen tegen me. En hoe kom zo, jij aan jouw username? Hoe kom jij aan je naam? Hey, ja, mag ik nu tussendoor je Pokémon pak zo opmaken of kan dat niet? Goeie als jij dat wilt, mag dat. Oké. Okay. Gaan we weer, mensen. Wel links onder in je scherm. Ik ga het alweer liedje. Ja, we gaan alweer even content kijken bij Enzo. Ik ga pakjes kijken bij Enzo. Ongelooflijk. Oh, laten we weten wanneer het begint. Trouwens, voordat ik zo weer geschreeuw naar hem krijg, de volgende show is Seek Extreme Solo Show. Dus als je daar ergens in, als je daar af bent, of je valt ergens in, dan ben je er helemaal uit. Dan ben je meteen serieus? Klaar. Je respawnt niet. Ja, je respawnt niet. Volgende. Oh, dat is wel echt een goede tip, man. Ik wil wel een slime climb krijgen. Ja, dat was de tip was er nog niet, maar de tip is eigenlijk om niet dood te gaan, maar ja. Is deze pack voor mij of niet? Nee, deze... Word je soms niet moe van Enzo? Ja, Michael. Ja. Maar aan de andere kant ook niet zo heel erg, want ik weet hoe die is, dus... Dus ja. What's up, Maze Life? Net had, daar ben ik echt blij mee. Oh, beginnen. Ja. Oh, shit. Enzo, we beginnen. Enzo, ja, ik Enzo, ben er, Oh. Bro, ik schrik zo snel. Oh ja. We beginnen. Is Milan al naar de wc? Oh nee. Milan, nee, we beginnen. Ik ben er, dames en heren. Twitch Rivals, tweede potje, $50,000 op het spel. Serieus. Nee, 10. Let ook weer niet op. Nee, prijzenpot $50,000. Hij moet wel flexen met geld. Oké, dus niet doodgaan nu. Helemaal links of helemaal rechts? Je kan niet doodgaan in deze. Nee. Nee? Helemaal links. Nee. Ja, of je moet buiten de map jumpen, man. Dat... Nee. Oh, ik ga heel goed, jongens. Ik loop helemaal achter nu. Ik heb afgedouwd. Kut. Oh, dat ging best goed. Oh, ik heb een shortcut genomen. Zijn shortcuts? Oh. Ja. Oh, dit ging minder dan. Right, ik heb een beetje een comeback gemaakt. Ik maak ook een comeback. Hele zieke comeback. Ik mag geen fouten maken. Kut, maak fout. Fouten? Fouten zijn schoonheid. Ik kan het gemakkelijk halen, denk ik. Als ik gewoon de buitenkant neem. Nee, ik ga het niet halen. En als je helemaal op het einde bent, neem de buitenkant. Niet door het midden, dat is echt veel te gevaarlijk. Waar moet ik heen? Ik heb hem. Let's go! Begin helemaal verneukt, maar... Ik ben Enzo Knol 2 aan het spectaten. Moet ik via het midden? Nee, je bent af. Heb ik het alweer niet gehaald? Ik ging zo lekker. Ah, bro, wat is dit, man? Ik ook niet, man. Ik ging zo lekker. Maar één stukje kwam ik niet door. We hebben dit, Link. Kom op. Anders ga ik backseat gamen bij. Ja, ik ga bij jou backseat gamen. Kunnen we even pakken om een pakje voor de spanning doen? Oh. Geen packie, hebben één packie voor mij? Even packie voor de spanning. Ik kwam er niet door. Hoe kwamen jullie dat door met dat bouncen dat ze bewogen heen en weer? Ik kon hem niet even oefenen of zo van tevoren. Oh nee. Oh my god. Hey, dit is wel echt mijn map. Bubble trouble. Nee, ik trap er niet nog een keer in. Ja, ik ga sowieso één ronde halen, mensen. Ik zweer het je. Ik ga jullie trots maken. Dat komt goed. Het ligt echt aan het begin of we een goede span hebben. Oké, okay, we gaan even naar Puddingboom. Oh, ik heb een oké span. Puddingboom, let's go. Geef me die bubbels. Ik heb al 2. Lekker pudding. 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 Oh jee, dit is niks. Pudding, je hebt er 2, hè? Ja. Ja, pudding, ga! Pak die gouden. Pudding heeft er 4. Hij heeft er 5. Hij is lijp.
Hij is lijp. Je hoort het aan zijn enthousiasme. Hij is echt lijp. Ja, je hoort het. Ik heb concentratie. Dat heb ik nooit in mijn leven. Dit is hoe dit klinkt. Dan komt er geen nieuw op de plek waar ik ben. Kut, sorry. Ja, pak hem. Nou, ik brand het plan niet nu. Ik heb maar vijf. Oh, dit is wel heel spannend. Oh, ik heb de 10! Oh. Oh, damn. Ik heb de gouden gepakt. Ik ga bij Link kijken. Ik heb de gouden gepakt. Ik ga niet lekker, man. Link, jij moet het doen. Link heeft 11, 12, 13. Nee, ik heb pas 12, bro. 13. Nee, 13. Loopt die sneller. Zie je, 13. Ik heb nog maar 2. Ik heb geen delay. Ik heb juist... Ja, ik heb een gouden. Oh, ik ben er door. Ik heb nog maar 2. Kom op, Link. Ja! Boom, ja, baby! Jullie zijn allebei door, baby! Let's go! Yes! Team, team! Let's go! Ik zeg, letterlijk wat ik had voorspeld was... We spelen met 2 sukkels. En toen zei ik meteen... Okay. Enzo en ik. Dus het klopt! Ah, dat is leuk. Dat zijn er wel Link en ik ook al in privé call voor jullie. Toevallig. Iemand zegt in mijn chat, alleen Milan nog. Ja, maar Milan is wel af, hè? Weet je? Ja, maar alleen Milan. Ja, wij wachten ook nog. Backseat Gaming, man. Oh, heerlijk. Oké. Okay. Als we allebei in de finale komen, zitten we wel safe. Dan hebben we 3 keer finale. Maar die punten komen dus achteraf en per persoon of zo. Nou, ik weet niet hoe die punten zijn. Ja, dus als we geen kroontje hebben, dan val je dus af bij de hoeveelheid mensen van je team die in de finale stonden. Dus als Link en ik samen in de finale komen, dan hebben we in ieder geval 2 man van ons team in de finale. Dus dan zijn er waarschijnlijk wel slechtere teams die maar 1 man in de finale hadden of geen. En die vallen dan af eerst. En daarna wij pas. Dus dan zitten we goed, ondanks dat we niet gewonnen hebben. Oké. Okay. Snappen we hem? Ja, ik snap hem, maar je deed dat allemaal in 1 adem. Ik dacht, wanneer gaat hij ademhalen? Dus toen was ik even het verhaal kwijt. Ik heb wel een goede span. Lekker, Link. Maar het is gelukt. Oké, ik ga jou ook spectaten, Link. Ik heb een matige span. Oké, dan spectate ik... Je hebt een Twitch shirtje aan, hè? Oh, je hebt een leuke onderbroek aan. Dank je. Lekker, Link! Je gaat lekker! Boom. Lekker, Link. Legend. In the making. Legend in the making, dames en heren. Ja, je moet je naam ook gewoon hoog houden, Link. Legend Draak. Link, jij zit helemaal niet te kutten. Jij doet daar niet aan. Nee. Ja, soms wel. Nee, nee. Jawel, jawel, nee. Dat is niet erg. Is niet ja, erg. Pudding niet, heb ik begrepen net. Nee, Link! Oké, ik ga naar Pudding. Je hebt een fout gemaakt. Ah, oh, shit. Je bent al gewoon gefinished. Pudding, jij bent al verder. Ja, ja, Pudding gaat lekker hoor. Daarom. Oh erg. Mijn god. Pudding. Hij gaat hier het midden. Ik ben dat is een lucky man. Ik heb gefinished. Oh, Pudding, kom op! Laatste! Ja! Ja, hij is door! Ja, hij is door! Ik werd genaaid door een opblaaskikker, gast! Holy man! Oh, die deed een volledige kwaak in mijn makkers. Ik ging nu naar hoppakee, andere kant op. Zijn we 8 mensen ook nog? Oké, niks aan de hand. Finale! Pudding, je staat er alleen voor. Oh, ik heb een deeltje. Wacht, ben je af? Nee, tuurlijk niet. Oh! Okay. Oi, oi, oi. Ik vind niks aan de hand. Oké, okay, heel goed, heel goed. Kom op, boys. Mag ik een van die 4 controllers, alsjeblieft, mijn... Oké. We moeten goed tellen, goed tellen. Oké. Nee, kleuren. Gewoon kleuren tellen. Dat is makkelijker. Nee. Moet ik mee helpen? Ja. Ik zeg uiteindelijk wat je moet onthouden, ja? Of moet ik een klapblokje hebben? Je kan het beste gewoon... Ja. Je kan het beste gewoon de kleuren zeggen. Dus als bananen zijn 4 geel. Weet je ik wat? Heb een klapblokje op mijn tweede scherm. Heel goed. Oké. Wacht, dat heeft hij niet. Okay. Als mensen moet ik doen voor cheater. Dat heeft hij niet, hoor. Misschien wel. 2 peer en 1 granaatappel. Ja. 1 paars. 2 groepen. Ja, 1 paars, ja. Peer en paars. 2 peer, 1 paars. Ik ga de mensen jullie niet af gaan gooien. Oké, dan komt zo meteen een getal op het scherm. Nou, dat is dus 1. 1. Nou, dat is 1 peer staan. Dat is 1. Paars, ja. Goed, goed. Wat de hel? Dat hebben ze leuk veranderd. Oké. 4 kokosnoten. 2 peren en 3 bananen. 3 bananen. Ja, 3 bananen, 2 peren. 3 bananen, 2 peren en 4 kokosnoten. Oké, heb ik staan. In mijn hoofd geschreven. Oké, gewoon schreeuwen wat goede antwoord is, Link. Ja, gaan we best doen. Lekkere smoothie. Oké, 4 kokos, 2 peren, 3 bananen. Ja. 4 kokos, 2 peren, 3 bananen. Bananen. 3 bananen. Ik gooide bijna een streamer erin. Ik had bijna een heet reet. Oké, noem maar op, Link. Kut. 2 magneten. 4 rood.
Drie bananen. Vier rood, twee magneet. Oh nee, drie bananen. Vier rood, bananen. Twee magneten en twee... Drie geel, vier rood en twee magneten. En twee groen. Oké. Drie... Oké, fuck. Hoe... Ja, dat is een grapefruit, hè? Was nul van. Fuck. Paars. Oh, ik ben afgedeeld! Oh my god. Oh my god. Streamers! Fucking Twitch! Oké, ik ben er weer niet aan de hand. Link, je bent er nog. Oh, niks aan de hand. We zijn er nog. Ook echt één iemand, bro. Hoe? Ik ben er ook gewoon afgemieten door het hele team met een vier vieze, gluiperige klauwen. Zaten ze me allemaal zo... Ik ben er ook gewoon echt... Welk land was dat? Pivala, fuck you! God damn it. Oh my god. Oh, dit is zo kut. You got this. Ja, dan kan je dit begint ook gaan dan dit. Ik wil... Kan iemand daar een clipje van maken? Ik wil weten wie dat waren, hè? Gewoon, ik ga echt een snotterdog in een envelop spugen en naar een kant op sturen. Wat een vervelende persoon. Dan hebben ze je DNA. Niet doen. Oké, Link. You got this. Pas nou, hè, die pingwins. Ik denk dat het... Is dat een pingwin? Huh? Oh, wat? Wow, Link is echt een legend. Ga weg, clown! Oh, nee. Wat, Link? You got him. Dan die vent. Ja. Pak hem, Link. Pak die pingwin. Pak hem. Ja. Waar is het kontje? Geen druk, Enzo. Jawel, Link moet dit doen. Ik heb verdomme 2000 kijkers. Kom op, Link. Ja, Link! Ja! Link, je zit te kloten. Nee! Ja! Glijbaan ja, af! Ja! Oh! Hij gaat de glijbaan op, ja, hij brengt je. Je hebt hem, Link. Ren naar boven als je er een hebt. Daar zijn minder mensen. Als je er eentje hebt, ren naar boven. Ja. Kutzooi. Hier, er komt geen voor je neus. Ja! Oh. Godverdomme! Concentreer. It's fine. Wil je wat minder schelden voor mijn stream? Oh, sorry. Ik denk dat je ook kindvriendelijk was. Ja, blijf hier. Ah, top. Ga omhoog met dat luchtding. Ah, nog twee mensen gaan door. Ik heb het niet gehaald. Jawel. Nee. Kijk. Ja, je hebt hem. Vier. 1, 2, 3, punten. 3, 2, 4. Nee! Oh. 24-25, wat? Wauw. Ja, dan kan je beter doodgaan op het begin dan dit. Oh. Wauw, oké, thanks, hè. Oh. Nee, wel even, Link, wel even serieus netjes gedaan, man. Dankjewel. Dat zou ik ook wel leuk vinden als jullie dat net bij mij zeiden. Maar nee. Ik ben nog aan het huilen, maakt niet uit hoor. Hij liep er gewoon af, bro. Dat zag je wel. Ik zou gewoon eraf duiken. Ik ben een beetje zo terug. Ja, dit was wel echt sad, man. Oh, serieus. Fijn dat het nu de finale is. Oh, kut. Nou, echt balen, man. Hey, hoi, man. Vijftig subs voor degene die ene mensen die mij eraf hebben gegooid. Kunnen we kan ik in de chat van een rifle zetten? Een soort van bounty op, mensen? Ja, yeah, this color, this guy. Ja. This skin. Maar dat was wel slim, want ze drukte me echt met z'n drieën eraf. Hè. Ze grepen me met z'n drieën en ze pakten me zo op als een stelletje verhuizers en ze zeiden hoppatee. Hoppatee. Hier moet je ook een beetje geluk mee hebben, hoor. Ja, deze finale is volledig gelukt. Maar ja, jammer dat we geen finale puntje hebben. Maar we hebben nog één ronde. We hebben nog één ronde om in de finale te komen, Link. En Enzo en Milan doen ook mee. Het ging wel steeds beter. Wauw. Ja, nou, Milan was wel de eerste ronde gewoon door. Ik wacht gewoon alleen nog even tot Enzo één keer door is. Wat schat de pot. Ik heb geen idee wat ik eet. Deze had hij hiervoor toch ook gewonnen? Ja, klopt. Oh. Heeft deze twee keer gewonnen al? Ja. Damn. Hij cheat, man. Dit is waarschijnlijk zo'n non-stop Fall Guys. Die hebben geoefend, dat is het. Hadden we ook niet moeten doen. Nee, helemaal niet. Oh, nou, even tot rust komen hoor. Heb ik wel voor nodig na deze intensieve Fall Guys. Nou, jullie hebben het wel goed gedaan hoor, Link en Pudding. Dankjewel. Sorry, wat zei je? Dankjewel, Enzo. Wat zei je, Enzo? Ik heb mijn mond vol.
Niet zeggen en zo niet zeggen, want Pudding die neemt altijd alles op. En dan zet hij het op zijn soundboard en dan gaat hij dat elke keer afspelen. Helemaal niet, Milan, zo ben ik niet. Wel, want ik heb ooit een keer gezegd, Puddingboom is mijn vriend. En toen heeft hij dat echt een week lang gebruikt. Nou, dat is, zo ben ik echt niet. Dat wel. Vind ik echt niet wacht, wat is dit? Ik heb mijn mond vol. Oh. Ik heb mijn mond vol. Zie je? Ja, nee, oké. Maar ik vind het leuk dat je me goed kent. Dus als je iets zegt over Pudding en het is aardig, doe het onverwachts en kort. Hou het kort en krachtig. Hou het kort en krachtig. Zeg gewoon Pudding en dan ja, je bent leuk. Even door. Aha! Nee, dat heb ik niet. Dat is als je die had, hè, bro. We beginnen weer. Weg met die packies, weg met die packies en zo. Oké, luister, voor de gouden tip, nooit die buitenkant, de eerste poorten maakt niet uit, maar de derde poorten, nooit de buitenkant te nemen. Die gaan niet open. Oké. Oké, ik ben er. Sick. Net. Mensen gingen naar die buitenste poorten. Hel. Ja, die gaan niet open dus. Dit red ik. Ja, zeker red ik dit. Ik kan het nog halen. Ik kan het ook nog halen. Ja? 8. Ja, ik red het. 20 yes, ik ben binnen. Ja, ik ben er. Oh. Ja, verdomme man! Enzo, is er één game al? Enzo, je had 3 gates, zeg maar. En dan één klein minuscule dingetje, zeg maar, waar je niet doorheen kon. Daar moet je niet tegenaan gaan. Maar wil je niet zo schelden op mijn streamen, Enzo? Vind je dat? Wat 45 van de 44 mensen door. Ja, oké. Maar alsnog was ik bijna niet door. Deze mensen zijn echt daadwerkelijk, hebben ze allemaal groeven. Ja. Zo goed ben je niet normaal in Fall Guys. Echt zo. Het zijn niet de free-to-play mensen. Nee. Oh my god. Wat moeten we doen? Nou, dit is degene waar jij verloor, Milan. Oh, dan weet ik niet hoe die moet. Ja. Jij bent door, toch, Miel? Ja, Miel, hallo. Nee, ik heb gewoon een volledige naam, hè? Miel Automonteur. Ja, ga door het midden, Miel. Als je door het midden kan, door het midden. Ja, nee, je kan, als je begint, als je in het midden start... Als je grijpen vasthoudt, dan klim je ergens overheen. Ik weet niet of je het weet, Milan. Ik weet zit in het midden, maar wel een beetje aan de achterkant. Ja, dat wist dus ik. Dan zou ik, als je in het midden een beetje zit, dan zou ik erover. Ik zie jou, ik loop jou achterna. Ik volg Puddingboom. Ik ben letterlijk achter jou, Pudding. Oké, ik ga er langs, duurt te lang. Oh mijn god, die fans gaan helemaal niet zoveel boost. Nee. Fans, geef me meer gifted, dankjewel. Ik ben wel een beetje achter, kut. Wauw. Lekker Pudding. Ja, 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 ja. Ja! Oh, kut. Lekker hoor, Pudding. Oh, fuck. Pudding is echt best streamer. Sorry, kan je dat nog een keer zeggen? Ik was even grondstift. Hoppakee. Een twijfelaartje deze. Lekker hoor. Oh. Daar gaan we. Ik heb een zo. Oh nee. Churn. Oh fuck. Oh nee. Kom op. Oh mijn god. Thank you. Nee! Dat meen je niet! Oh mijn god, dat ding, jongen. Unpredictable as hell. Ik ben voorbij, Pudding. Ik zag je liggen, Pudding. Gast, ik ging zo goed. Ik verneukte het. Wauw, oké, ik ben echt flink gekakt door RNG. Wat Pudding wel zegt, hij had echt de meeste unluck ever. Ik ook. Ik ga het niet halen. Nyeen. Oh, dat die shortcut kan niet eens? Oké. Nee! Ik heb het ook niet gehaald! Liggen we allemaal eruit? Ik was 29ste, dude! Nee! Ja, ik werd zo echt de laatste. Maar eerste ronde ging ik heel lekker, tweede ronde echt, jongen. Oh, ik was 29ste! Dit kukt ons waarschijnlijk. Oh. Ja, denk het wel, man. Ik had zoveel unluck bij die draaiende dingen. Ik kreeg echt 3 dubbele hersenschudding van die dingen. Ik kreeg klonk, tonk, tonk, tonk. Ja, ik had het precies hetzelfde met die. Oh. Ik vind die ook niet leuk, die eruit schrijven. Nee, dit is ook een van de minste mappen, vind ik. Maar...
Ja, hadden we lol? Ja, dat is nu al voorbij eigenlijk, toch? Nee, dat ligt eraan. Ja, we hebben één punt. Ik was één keer in de finale beland. En net dus als er teams slechter zijn dan ons, dan vallen ze af. Hoeveel kans is er dat de mensen slechter zijn? We hebben één punt. Hey. I mean, kind of bad. Zullen we gewoon allemaal naar Enzo kijken die pakjes gewoon openmaakt zo? Van... Ja, is goed. Dat is wel leuk. Zou wel te verdienen. Ja, ik denk top 10 gaat het niet worden. Maar dit... Oh, ik ging zo goed. Dat is wel balen, hoor. Ik was ook 29ste. Ik stond voor de finish, Link. Ik zag de finish al, zeg maar. Ik liet iemand me struikelen. Ik wil ook helemaal balen. Ja, deze map moet je dus die bouwblokken slepen. Anders kan je niet die muur over. Maar als jij degene bent die dat bouwblok sleept... Dan springt iedereen er al overheen. Maar uiteindelijk gaat die muur ook naar beneden. Ja, klopt. Maar niemand wil die bouwblokken natuurlijk slepen. Nee, ja, ik weet het. Ik zou hem dan juist wegslepen en dan... Ja. En met al die mensen erop, die moet je wegslepen, ja. Maar je hebt toch teams, dus je kan toch met de teams wissen van... Kom, pakken nu snel die rechter, weet je wel? Ja, klopt. Dat je die mensen erop zet en dan al wegsleept, dat niemand er meer op kan, klopt, maar... Ik had ook die gekke tactics wel verwacht eigenlijk, maar... Kijk, daar gaan ze nu allemaal heen. Ja, allemaal greedy, hè? Allemaal greedy. Ja. Ik heb geen idee wat ik eet, chat. Ik heb wat gekregen van Myron en ik heb het op. Dat is nog voor jou bedoeld, of? Hey, Appie. Zo, ik zit vol. Was iemand vanaf het begin al aan het spectaten? Nou, hij is nu ook 18e. Hij is dan net voor de finish. Ja, dat was die Mick, hè? Ja. Ja, dat had ik ook. Hij had het net niet gehaald. Ja, hij poelde even een puddingtje. Hij denkt puddingtje. Ja, het is super lekker, Myron. Het is echt super lekker. Dat je voort dan pudding niet meer hoeft uit te nodigen. Die wint de finale toch niet. Nee, ik heb jullie teleurgesteld. Ik ben 3 keer meteen eruit. Maar je gaf wel spanning met überhaupt in de lobby komen. Ja. Daar was je. Wel wat waard. Ik bedoel, was wel amusant. Daar was ik ook al laatste. Ja. Mensen waren me meer aan het aanmoedigen toen jij bijna te laat was dan. Toen ik in de finale stond. Damn. En daar komt over de finish. Damn. Kijk, hier had ik wel dus een cheat voor. Hier moet je gewoon die twee eerste ringen gewoon ontwijken. Wedden dat iedereen dat ook gaat doen? Gewoon links de langs. Nee, dit gewoon was wel echt slecht, ringen. Jongens. Het spijt me. Ja, misschien zijn we door. Heel misschien. Ah, je kan zeggen dat de ene punt hier pakken, hoor. Ja, zie je? Kijk, ze skippen gewoon die hele ring en dan meteen in die gouden springen. Deze moet je al skippen, want deze kut. Oh, ze missen het allebei. Oh, eentje mist. Hier zijn heel mensen gewoon tijd om überhaupt 2 punten te halen. Dat is gewoon zonde. Ja. Yeah. Wow, iemand ging ineens van 2 naar 7 punten, hoe kan dat? Ja, dat is een gouden ring. Oh, wauw. Brons is 1, zilver is 2, goud is 5. Ja, daarom de tactiek is dus om die eerste 2 draaiende ringen gewoon te dodgen aan de zijkant, links of rechts. En dan in die gouden te springen op het einde. Ah, ja, daarom ben je er ook zo goed in. Nee, de enige reden dat ik hier goed in ben, er was een andere streamer en die deed een toernooi met prijzen. En toen ik en heel veel mensen uit mijn stream hadden toen een plan om die hele prijzenkast leeg te sweepen. Dus daarom gingen we even tryharder, maar dat kwam goed uit nu. Ja, dat eigenlijk helemaal niet. Ik heb helemaal de finale nooit gewonnen. Als je talent hier volgebruikt een keertje, dat zou leuk zijn. Als ik hier ook een keer wat kon doen. Krijg je wat meer geld. Ja, het is wat. Nou ja, ik ben in ieder geval niet elke keer als eerste eruit gegaan, hè? Ja, Dimitri in mijn chat zegt dat ook. Je moet die levels door en door kennen, joh. Oh, dat is wel een leuke final game. Blastball. En weet je wat ik leuke final game vind? Die stieren die gaan rennen. Dat is geen final. Oh, jawel, dat is soms ook een final. Ja. Echt? Don't do that to me. Het kan een final zijn. Want je moet zeg maar levend blijven tot die timer op is. Dus als iedereen afvalt, dan blijft 1 iemand over. Dom. Ja, maar dan is het geen final. Nee, maar het is altijd een 1 na final en het is vaak dat iemand daar wint. Dus het is gewoon een survival, final. Het is geen final. Wat is, ja, het is wel survival, klopt. Je hebt er niet gelijk, vind ik. Wat is dit? Oh, is moet goed! Hier gebeuren? Nou, je moet maar overleven en die balletjes kun je gooien en je wil wel een knockback. Uiteindelijk gaan een paar van die plateautjes gaan weg. Die Foodil, die hou ik even in de gaten, want die heeft al 2 keer gewonnen. Ja, die kijk ik ook. Wie is dat nu? Ja, dat is Assassin's Creed, weet ik niet. Ik weet niet wie dat is. Ja. Hij wil graag hypotheek afbetalen, die gozer. Dat is een vriend van Ibai. Die zit hier ook op Discord. Ik zal even joinen. Hij zegt dat ze niet zo moeten... Ja, is dat een maat van Ibai, hè? Ja? Ja, man. Zo! Je hebt gewoon een professional ingehuurd. Ja, inderdaad. Hij speelt zelf gewoon niet.
Op zich, ik zit net te denken, hoeveel mensen zouden dat doen? Gewoon ja, een Fall Guys e-sport persoon inhuren voor het prijzengeld, ik bedoel. Nou, deze had met Minecraft ook hoor. Ja, dat dacht was, ik wel. Het was Steve die je hadden meespeelde. En dat echt drie van die zwetige nerds in zijn team, jongen. Ja. Weet je, zeg maar, die zie je, zeg maar, die worden altijd gepest op school, zeg maar, die personen. Wow. Pro gamers zijn is cool, man. Ze stikken wel een klein beetje leuk, want Milan is gewoon, oh, boeien. Helemaal zin in. Ja, ik dacht gewoon, ik nodig vrienden uit, want je speelt het toch samen met je vrienden en niet ja, met gehuurde pro's. Wie had je uitgenodigd? Vrienden. Wat? Huh? En dan heb je gewoon het woord vrienden, maar heb je ja, nou daar heb aan. Ik niks aan. Helemaal niks aan. Hey Milan, wat zijn wij? Oh ja, kut. Ja, ik heb net weg. Kut. Ja, god. Ja. Jij ja. bent useless als een tering, joh. Ja, nou, dat vind ik niet leuk. Hè. Dat is ja, echt gewoon persoonlijk. Even, dat ik dat zei. Hey, nee, dat is echt persoonlijk gewoon wat je nu doet. Hey, maar die voeden ons wel goed, hoor. Ja. Oh, nou. Oh, wat een karma. Kun je dat niet eerder zeggen? Eén seconde nadat hij zijn zin klaar heeft. Die man breekt zijn been en struikelt omver. Oh, kijk dan. Oh. Zijn aan het duwen. Oh mijn god, wat een finale! Dum, 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 dum. Wat een finale dit. Knuffelfinale. Kijk dan, allebei de moonwalk, bro. Ken die booties ook heen en weer gaan, maar... Oh! Holy shit, dat is echt de vernieuwde tactiek. Oh my god. Mooi, yo. Don't let go. Zo. Heel sick. Het was een soort van, met Rocket League heb je soms dat je die auto tegen elkaar aanbumpt. En dan moet je blijven rijden tegen elkaar aan, totdat er iets gebeurt. En soms gaat de game, geef je dan een soort van latency drop, waardoor je dan ineens door kan. Dat gebeurde hier ook eigenlijk ook. Dat is best wel nice dat ze dat zo doen. Ja, dit was echt nice, man. Dit was superleuk. De eerste misschien zijn we door. Misschien zijn we door. Als we een ping krijgen, niet. Thank you for playing. Oh. Thank you. Waar moet dat staan? In announcements, toch? Ja, dan staat de spoilertekst onder, doe volgende keer maar niet meer. Yeah. nu gaan ze dus... De onderste drie teams vallen af. Dus... ze tellen... Oké, voor de mensen die allemaal kijken. De teams die door zijn, zijn eerst de teams die de meeste kroontjes hebben. Dus die de meeste wins hebben. Daarna kijken ze naar wie de eerste win heeft gepakt. En daarna kijken ze naar welk team als eerste alle vier mensen in de finale had. Dus Milan, in dit geval Milan, ik, Link en Enzo. Daarna kijken ze naar drie mensen in de finale. En daarna twee mensen in de finale. En daarna pas één iemand in de finale. En dat was bij ons het geval dus. Dus als niemand eigenlijk überhaupt iets gedaan heeft in de game, dan zijn we door. Zeg maar zo'n team Enzo's. Dan zijn we door. Maar ik weet niet wat... Ik denk dat een jury naar kijkt of zo. Ja, maar we zijn best wel ver gekomen nog, toch? Ja, maar ze kijken echt alleen maar naar de finale. En we zijn maar... Ik ben één keer in de finale gekomen. En Link en ik, toen we allebei afgingen, dat was net voor de finale. Oh. Dus nu is het even wachten tot ze kijken wie volledig incapabel is. En of wij daarbij staan. Dus er is nog kans. Ja, er is een kleine kans. Ja, ja, ja. Maar de kans is zeg maar net zo groot als dat Pudding een vriendin krijgt. Alright, ik ga mijn stream afsluiten dan. Leuk voor het kijken. Ja, wat dan? Thanks, outro dan. Oké. Leuk voor het kijken. Leuk, ik weet niet, maar als we door zijn, dan gewoon gecarried, hè? In mijn backpackie. Ja, want... als we door zijn, dan ga ik het ook gewoon zeggen. Dat we door zijn? We zijn door. Oké. Wat wil je zeggen, Link? Wat ga je dan zeggen? Kijk even wat ik ga zeggen. Hij heeft er nu al moeite mee om te bedenken wat hij gaat zeggen. Hij moet gewoon nu zichzelf voorbereiden. Wat gaat er gebeuren? Ja, ik had net even uitgelegd hoe ze de ranking doen, maar ze kijken... Ja, dat had ik gehoord, Ja, dat was saai, ik snap het wel weer eens goed. Als je nog geïnteresseerd naar mijn naam trouwens, zal ik dat nog even vertellen of niet? Je echte naam. Huh? Er staat, all teams are qualifying into elimination round 2. Ja, die hebben we wel gespeeld. En 3 ook al. Hè, maar hij zegt dat nu net, 1908. Oh, wacht. All teams are qualifying into elimination round 2. Zie je dat natuurlijk?
Oh, er komt nog een public standing page. Komt nog eraan. Wacht, was dit round 1 alleen? Nee. Nee, ja. Oh! Ah, we doen 1 keer 3 potjes, dan 2 keer 3 en dan 3 keer 3. Ja, oh, we hebben nog 2 potjes te gaan, joh, van deze sessies. Oh, we kunnen nog makkelijk winnen, jongens. Hey. Let's go, man! Gamers! Man! Woe, 50 likes! Boom! Ja, nu gaat het gewoon goed komen. Ik ga nu Myron laten spelen. Hé, hey, hoezo weet iemand... Je staat 8e met team, zegt iemand. Femina, achste. Echt? Oh ja, maar wacht, dan kan je die overlay misschien zien. Wacht. Twitch, de rifles, dinges. Nou, er zitten... Staan we 8e? Er zitten al mensen in die chat allemaal te zeggen... Hé, waarom hebben we dit, waarom hebben we dat? Waarom kijk ik naar een kip? Ja, Enzo, dit is rifles. Daarin mensen zijn nooit eens over de punten. Dus dat, dat klopt nooit. Waarom zit er een kip? Ja. Why we have 0 points, ja, zegt iemand. Jullie. Oh, iemand, ja, anders. Ik heb de overlay ook. Hebben jullie ook allemaal die overlay geïnstalleerd? Nee, dat vind ik dus, niet. Die vind ik echt heel kut. Oh, oké. Okay. Hey, even kalm met schelden, man. Die vind ik heel knoeter. Kunnen we even een opnieuw afspelen wat Enzo zei toen hij eraf viel? Toen net. Ik heb mijn mond vol. Wat is dit? Oh, sorry. Ik ben aan het kijken. Is de kip Almorant? Even kijken. Oké. Zijn jullie klaar voor Pokémon Packs? Ja. Wacht, zet je stream even aan. Yo, wat ziek, man. De IBA heeft gewoon 75k live. Dat is absurd, toch? Zoveel mensen. 75k? Ja, man. Kan je even in de chat vragen of je mij wil raiden? En dan ga je ineens Spaans praten, of wat? Si. Iemand zegt, Team Milan Knol would... Wow, iemand praat over ons! Team Milan Knol would get first at the end! True. En dan staat er Kappa, omgekeerd. Oké, okay, nice. Oh, dat is een tegenvallend hier. Appa. Ja, okay. Kwam in de stream van Twitch zelf? Oh, ja, dat heb ik niet gezien. Ik heb het gemist. Maar we staan 8e dus, dat is gewoon goed. Van de 15. Blastoise! Gewoon, Blastoise! ja, man. Deze man, heerlijk, joh. Ja, dat is wel lijp, man. Kom op. Wat willen jullie zien, chat? Qua kaart. Win. Dat je over de finish komt. Diki, dankjewel voor de 15 maanden. Hoppa. Dankjewel, Diki79. Welkom terug. Professor Willow Pack krijgt 10 gifted. Ditto, zeggen ze. Nou, boeit hem ook niet, hè, dat geld. Oh, hier is de standing. Charizard! Ja, oh, wow. En? Dat is hem, Charizard. Boom. Bombaklaat. Kijk, hier zijn de standings. Dit zijn de standings. Oh, je hebt ze? Ja. Ook kijken. Waar drop je ze dan? Nee, je moet op deze link. Ik gooi die link wel bij ons in de Twitch Rivals gesprek. Ik kan toch gewoon opnoemen hoeveel er staan? Ik zie het toch nog niet staan, anders had ik het toch al lang gezegd, jongen. Oh, zeg maar als je weet dat ze staan. Het staat gewoon bij announcement. Staat gewoon dat wij op nummer 8 staan, ja, met 1 punt. Zo, hey, maar, graag gedaan, hè? Ik wil niet veel zeggen, maar gewoon maar iedereen heeft 1 punt. Oh. Oh. Ja, maar wij dus we staan gewoon gedeelte 7e met iedereen. Nee, maar ze kijken volgens mij ook naar wanneer je de punt had. In het begin of het einde. We hadden wel de eerste ronde. Oké, okay, dan is het minder erg. Dacht ik. Total crowns, 2-3, jeetje. Kijk ook dat team Marex, volledige zweters, die zitten dus ook de hele tijd in de finale. Waar kijken jullie? Oh. Ik mis niet. Looking to start in 1-2 minuten. In de announce kanaal, okay. In de Rivals Discord. Daar heb je een extra dingetje. Kom even kijken bij mij, dit wordt de pack, jongen. Je hebt gewoon 2 crowns en 13 punten. Boom! Mewtwo! Bam! Oh. Ik zei het toch? Wat een packie. Mewtwo. En je weet het, hè? Er is nooit 1 Mewtwo. Anders heette die wel Mewtwo 1. Oh my god. Komt-ie. Milan, wil je nooit meer Make-A-Wish doen tijdens Twitch Rivals? Oh. Komt-ie. Dames en heren. Mewtwo met een reden.
Als Mewtwo zo goed is, anders dan geen Mewtree. Charizard! En Blissey. Alweer een Charizard. Nu heb ik al de reverse en de holo. Dat is perfect. Mute one. Ik heb even gekeken naar de nummer 1, even onze concurrentie spotten. Ja. En die hebben blijkbaar al de hele dag getraind. Die hebben een full-on training schedule, staat er ook gewoon. Maar wij hebben Pokémon kaarten. Maar het ding is, zeg maar, sommige van die mensen zeg maar, die aan Rivals meedoen, die moeten daadwerkelijk dat geld winnen om hun huur te betalen. Oh, nou gun ik het. Nou gun ik het. Van. Ja, dat is wel vet dan toch, als je dat doet. Ja, ja, zeker. Ik wil een hypotheek. Wacht eens even. Jongens, kom op! Wat gaan we een trainingssessie doen hier? Charmander en Charmeleon in één pack? Ja! Ah, een Radiant Charizard! Yes! Alweer! Oké, mocht je zoiets hebben, waarom schreeuwt hij zo? En een Pikachu! Uitopteken squad, dan kun je meekijken. Yes! In squad-modus. Boom! Maar dat legt niet helemaal uit waarom die dan zo scheelt. Kun je dat uitleggen? Check dan! Nou. Kijk, mensen. Hoppa! Hè, wie maakt mij wat? Nou, ja, wij niet hoor. Wij zitten hier. Ja, Mario maakte net avondeten voor mij. Wie maakt mij wat? Oh, wat fijn dat je een vriendin hebt die voor je avondeten maakt. Ja, die heb ik ook. Maar wacht, hoeveel zijn deze Charizards dan waard in een nieuwe pakket? We praten niet over geld. We praten niet over geld. Oh sorry. We praten over van 1 tot 10 hoeveel plezier we hebben. Sorry, wacht heel even. Die positiviteit moet er even uitgekotst worden. Oh, ja! Nog niet eerder gezien! Melmetal V-card. Full art. Of is dit een alt art, mensen? Ik weet het niet. Ik twijfel ook. Ik ga hem in een toploader doen. Ik heb hem nog niet gezien. Wacht, dan is een normale sleeve en dan doe je hem ook nog een keer in zo'n hard sleeve. Ja. Nice. Maar als je zo'n hele dure kaart hebt van zo'n oude pack, dan moet je ze toch ook opsturen en zo? Dit is een full art, mensen. Ja, naar PSA kan je hem opsturen of TGA, allemaal andere bedrijven. Heel nice dit, mensen. We gaan hard. Oh, is dat ingezoomd op die koelkast? Lekker mensen, hier heb je tenminste wat te zien, hè? Bij mij ook hoor. Ja, wat ik doe. Hoe kom je daar nou bij, joh? Squirtle, reverse, boom, executor, V. Ja, bij mij hoor je het eerst en daarna zie je het pas, dat is extra leuk. Dan krijg je twee keer de verrassing. Oh, in dat geval. Wacht, als ik dan. Als ik jouw stream dan kijk, Link, heb ik dan 3 keer een verrassing? Ja. Zo. Oh, mensen, kom dat zien. Dit is hem. Ja, we kijken allemaal. V-star. Kijk, V-star. Komt-ie. V-star stelt nooit teleur. Pikachu, dat zal 1 knallen. Squirtle, altijd leuk. Ivysaur. Ah, shit. Oké, helaas. Maar we gaan snel weer door. We gaan niet te lang hierin blijven hangen. Ik ben op dit moment iets leukers aan het doen, man. Ja, weer dingen schoonmaken of zo. Nee, ik open een belastingbrief. Oh, we beginnen weer! Hey Milan, je hebt meer dan 500.000 subs, hè? Je moet eventjes... Beginnen weer! Ja, we beginnen weer, we zijn weer begonnen. Ja, we zijn weer. Het is 1 juli, hè? Ja, ik weet het. We beginnen weer. Kom op, jongens. Nu serieus. Kom op! Oh, ja, we zijn begonnen. Pak je ballen vast en gaan! Volgens mij is dit dus extreme mode. Dus als je hier dus dood bent, dan ben je echt helemaal dood. Ja, gast, dat zei je net ook al. Ja. Ja. Hey, waar is mijn game? Mijn game doet het niet. Oh, en zo. Jawel, hij doet het wel, grapje toch? 2, 1, ja, en ik ben er toch? Hier. Wat is ze? Oké. Nou ja. Horen waar je bleef. Oké, ik ben eraf. Au. Oh, jeetje. Niet echt gelukt, man. Kut! Oh my god! Oeh, net. Ja, net. Ja, net. Ja, net. Oh mijn god. Dit is spanning en sensatie, hoor, die je hier ziet. Ik heb hem. Oh, randje. Oh, randje.
Godverdamme. Ja, even niet praten nu, Milan. Okay. Even niet. Hoezo even niet? Dit heet commentaar. Dit is game commentary, man. Yes, ik heb het gehaald, toch? Ja, nee, ja. Nee, ik ben er! Yes. Ik red het ook, ik red het ook. Het ding is, het, yes. Maakt niet uit, het maakt niet uit hoe laat je finisht, als je maar finisht. Ook gered. Maar je weet dat 60 van de 60 kunnen qualifyen, hè? Oh nee. Ja, what the fuck? Dus, ja, dus maakt niet uit, maar er zijn dus 15 mensen af. 15 mensen zijn er alsnog 15 uit. 15 mensen? Damn. Ja, dit zijn dus mensen die gewoon afvallen. Ha, dat ben ik niet! Oh, Enzo, voor het eerst ga je door. Wauw, oké, boeien. Laat ons even focussen. In mijn chat. Heeft Enzo ADHD KP for life? Zo fijn. Oh. Ja, man, let's go. Ja, als ik aan het concentreren ben, dan hoor ik helemaal in één keer stil. Wauw, Big Fans X. Hier kan het klinkt je als een of andere lijp platform. Wat voor platform dan? Ja, vul maar in. Oh. Race to the finish line. Maar hey, in deze map, als je dood bent, kom je niet meer terug, hè? Nee, dus val er niet in. Ja, haal letterlijk gewoon punten. Zal ik dat nog een keer vertellen, anders? Hey, okay, ik sta naast jullie. Oké, dan ga je mee met ons dus. Nee, maar ik loop achter... Kijk hoe ik ga. Pas op, mensen gaan je vastgrabben, dan val je en ben je af. Rustig maar, Link, rustig maar. Dames en heren, ik wil niet veel zeggen, maar ik ga lijp. Je moet ook een beetje snel zijn, want er vallen er ook een paar af. Ja, maar er zijn genoeg mensen afgevallen, dus je kan gewoon finishen. Gewoon slow and steady. Slow and steady. Oh mijn god, ik sta tweede, boys. Ik zweer het je. Niet haasten, slow and steady. Ik ga haasten, ik was eerste. Oh, mensen zijn zo erg aan het grabben, holy tering. Ja, ze willen iedereen zit elkaar hier te naaien. Concentratie. Ah, vlam, ik zag dat hele ding niet! Hij draaide, maar ik zag niet, draai niet! What the fucking Zo. Ik zag dat ding niet draaien, man! Oh, dat ding. Dat ding draait, hè? Ja, bro, dat zag ik! Bro, ik finish tweede. Nee, derde, vierde. Wat? Ik ben vierde! Oh, ik ben er! Alright, nice. Enzo is de enige die door is. Ik ben de... Wat gebeurde er? Dit is insane. Enzo, je bent de enige die door is. Yes! Zoe! Kom op dan! Kijk hoe weinig mensen er doorgaan ineens. Hype me op! Kom maar. Link, ben je al gevallen dan? Ik ben de enige die door is. Is Enzo echt de enige door? Ja, bro. Wauw. Sorry. Bro. Ik bedoel, wat goed, bro. Wat nice. Oh my god. Ik had serieus nog... 10 seconden, ze halen het niet! Wat zijn allemaal? Nice! Gaan we 9 over. Final round. Kijk mij, ik blijf staan. Boom. Hoppa! Zo. Hey, waar is Milan? Waar is Pudding? Waar is Link? Sorry, ik was even... Niet zo gemeen doen, man. Zo deden we ook niet bij jou toen je 3 keer afviel. Ja. Rustig aan, hè? Onthoud even wie je kapitein is, je captain van deze team. Dit is gewoon nog belangrijk ook. Enzo kan gewoon dat puntje scoren, want dan is gewoon... Ja, maar vertel mij, in plaats van dit te lullen, vertel me wat ik moet doen. Okay. Ja, we got you. Je ziet al het plaatje met die seesaw, zeg maar, met die gaten. Daar moet je dat werk echt oppassen. Ja, maar als ik nu dood ga, ben ik echt dood. Ja, dan ben je dood. Oké, maar zeg even hoe dan. Oké, in het begin moet je hier gewoon omhoog lopen. Dan kom je bij de fans. Dan moet je gewoon rustig... Niet over je woorden struikelen, in één zin. Oké. Hier ga je gewoon rustig omhoog. Boom. Ja. Dan. Moet je eerst even... Oké, rennen. Gewoon blijven rennen. Oh, wel, opzij kijken. Ja. Holy shit. Oké. Hier moet je op de fender, als je omhoog gaat, dan kan je erop duiken. Andere kant. Ja. Oké. Jij dacht, hij duikt niet, hè? Duik! Go. Hier door midden. Tot midden. Nee! Oh mijn god. Oh, wat geluk. Doorlopen, snel. Kom op. Wacht tot die langs swing. Wacht. Ik ga. Oh, niet door het midden. In het midden blijven. Ah! Heel goed. Lopen. Midden. Wacht. Ja. En als hij naar beneden gaat springen. Go! Spring. Nee. Oh, wat? Hoe dan? Hoe doet hij dit? Oh my god! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Die man is... Hoe?
Ik kan mijn vierde. Hoe dan? Wat doe je? Hoe dan? Wat is er? Nou, dat kan niet. Dat kan niet. Ja, dat kan echt. En hij zat ook nog met zijn linkerhand een Pokémon kaartenpakje open te maken, hè? Wat? Ja, we zijn nog net niet over de finish. Blastoise! Iedereen hier heeft ook meer stress dan Enzo zelf gewoon. Oh. Ja. Hey, is dit de finale? Ja, nee. Dit is belangrijk. Nee. We gaan precies hetzelfde weer. Ja, maar je moet, als je vooraan loopt, heb je geluk. Want dan bewegen die dingen nog niet zoveel. Oké, je kan gewoon meteen... Ja. Wat is dit? Dat zijn gewoon wiepen. Ja, Six, die gaan gewoon wiepen. Die gaan links en rechts. Ja. Over het gewicht. rechts. Ja, rechts lopen. Ja. Ik expect het hem niet eens. Enzo is dood, bro. Enzo sprong er meteen tussen in het midden. Meteen. Oh my god. Zagen jullie dat niet? Ik was ook confused. Ik was in één keer niet meer op Enzo aan het kijken. Ik denk, waar is die? Enzo viel ertussen. Bij de eerste, gewoon. Ik was ook zo blij dat hij de eerste twee sprongen. Hij haalde het niet. Gewoon niet. Ik dacht, zeg maar, iemand hem was, zeg maar. Link en ik zitten gewoon aan een random guy aan het aankondigen. Jullie tegen mij of zo. Je moet overal springen! Gaas, jij bent zo iemand die uiteindelijk aan het paintballen is en zegt... Hey, jij hem niet ook moet schuilen! Ja. Die balletjes moesten in mijn wapen. Ja, ik ging bij de eerste al dood, bro. Hoezo wint hij weer? Tegen. Wat is dat met hem? Hij wint altijd. Lord. Oh, dat is zo zonde dat ik eerst... Oh, dat was zo geniaal, bro. Maar jammer dat jullie het niet door hadden, want echt... Hij wou springen en hij sprong gewoon tussenin. Gewoon tussen het gat. Maar mijn camera ging ook naar de guy die voor Enzo liep. Dus het leek ook gewoon dat hij het wel had. Iemand zegt dat ik werd vastgepakt. Ja? Ja, iemand zegt dat ik werd vastgepakt. Nou, dat kunnen we heel makkelijk erachter komen. Even kijken, drukt hij op het springknopje Enzo of niet? Ja, ik sprong wel. Oh, oké. Okay. Ja, nou, dat kan. Ja, dat zou waarschijnlijk je gewoon nog weer moet springen. Door die Ezio werd je vastgepakt. Ezio? Oké, als we Ezio zien, we weten wat dat is voordeel. Dat is die voordeel. Nee, je sprong tegen iemands onderkant aan. Hey, maar je had in de finale kunnen zijn, kijk. Ja, dit was de finale. Ja, bedankt Link. Nog even, zout in de mond. Heb ik nu niet voor een puntje gehad, omdat ik verder kwam? Nee. Zeker niet, zeg je. Wat een lul. Nee. Maar kan ik nu Pokémon pakjes of moet ik dit bekijken? Ja, even één pakketje. Kom op. Ja, die Torori is een tryhard inderdaad. Maar deze duurt niet zo lang, want die is zo'n fanbine. Die is fucking redant. Ja, die Foodiel, die rookie, die gaan we even weer kijken. Dat is die Ezio, dat bedoel je toch? Die Assassin's Creed. Ja, maar je kan beter die Keroro kijken, want die lees ik dat Lars die zegt van die heeft 3000 wins. Hmm. Wie? Keroro? Ja, Mr. 3000 Keroro. Wins? Ja. Mr. 3. Mr. Keroro. Die heeft ook al twee keer gewonnen. Die heeft ook echt al twee keer gewonnen in crowntje. Die zit bij de eBay in het team, volgens mij. Ja, maar die werkt hier bij Fall Guys. Nou, zijn vader is zijn eigenaar. Maar als je dit toch zoveel speelt... Dan heb je geen vriendin, nee. Ja, maar dat is gewoon hetzelfde als dat je Fortnite veel speelt, toch? Nee, want Fortnite is hand-oogcoördinatie plus reactievermogen. Dit... Maar hij gaat nu wel dood. Nee. Deze guy. Oh, wow. Maar hij is koud nog goed. Hij gaat het ook niet. Dit is alleen reactievermogen en that's it. Nou, het is ook... Ja, kijk, als je dit hebt, dus je net ongeluk hebt, dat die dingen online... Oh my god, hoe redt hij dat dan? Door. Dat bedoel ik. Ik hoop stiekem dat die vouwdeel er gewoon afvalt nu. Ja, ik ook. Ja. Maar wat is hij? Want ik heb vraagtekens bij zijn skin. Een kogel. Oh. Ja, je kan er ook op zitten. Okay. Je hebt zo'n speciale map. Iemand in mijn chat zegt, zoek maar op TikTok, dat is een pro. Hij is pro. Wow, je bent gewoon pro Fall Guys. By the way. Is het een pro Fall Guys streamer of gewoon normaal een pro? Hij is pro streamer TikTok, denk ik dan. Hij is een pro TikToker. Gaat een van die compilaties maken. Hij is Spaanse streamer, maar hij zit al bij eBay zit in team, denk ik, of niet? Kijken. Ja, die heeft gewoon de meest professionele van Fall Guys mensen. Nee, maar kijk, weet je wat er bij mij gebeurde? Ik sprong en er kwam een wrecking ball glitch. Oh, die term heb je net gelezen? Of? Ja. Ja, dat is wel vervelend. Dat had ik ook.
Enter the Gungeon is de game van die kogel. Enter the Gungeon. XXX reed het. Oh. Yo, what's up, Dot? Je zet dat op TikTok. Ja, dat kan, dit wordt mijn TikTok. Op mij op TikTok. Hoe zet iemand dat voor TikTok? Wauw. Met zijn hoofd erbij graag. Hier, weer die voedeel, hè? Weer die guy. Weer hij die zo last moment... Hij wint. Wauw. Nice, man. Hij is echt goed. Oh, hij is het team van Graf. Oh ja, die guy is ook zo'n Spanjaard met... Waarom doen een Spanjaard mee met een Europese toernooi? Ja, wat dan? Inderdaad. Moet je niet in Europa liggen, inderdaad. Ze praten toch Spaans in Zuid-Amerika? Dat is toch geen... Dat is toch geen land? Ja, zal dat Australië mee laten doen met het Eurovisie Songfestival? Ja, een beetje raar. Of Zwitserland... Die ook meedoet. Wat? Hoezo? Je zit er omheen. Je bent neutraal. Lol, hoorde je dit? Hoorde je wat? Hm? Oh nee, oké. Hoorde je wat? Scheet gelaten? Ik ruik hem wel. Nee. Ik had nog een Pokémon pakje die ik nog niet had opengemaakt verder. Oh, zin in. Oh ja. Nou, dat vind ik wel leuk, joh. Yo, maar ik heb het wel echt goed gedaan deze keer, man. Ja. Ja, nee, best van iedereen. Oké, daar gaat hij. Ik doe de stream even anders, wacht. Wow, wow. Zo. Komt ie, mensen. Tyranitar. I'm Jeremy Albertson. AKA the Tyranta. Super Mario. But you know it's not Yahoo. And what's not cool. Drugs and alcohol. Oh, beginnen. Ik zie het. Milan. Rustig, rustig. Rustig. Oh, aan het checken. Rustig. Oh, oké, hij is nog. Hey, Milan was op TikTok naar die guy aan het kijken. Ja, hij was even die TikTok aan het uploaden. deze kan ik niet halen, want daar bij die derde laatste, daar gaat hij heen en weer en dat kan ik niet. Ja, gewoon niet bewegen. Gewoon erop springen en dan blijven bouncen totdat dat ding naar je toe komt. Als je nu doodgaat, maakt dat uit? Denk het wel. Hier niet. Denk het wel. Just don't die. Nou, ik doe gewoon mijn best. Hè? Meer kan je niet doen. Ik ga gewoon rennen. Hoppa. Hoppa. Oké, want hier ga ik een beetje de mist in. Hier lukt het me nog wel. Zo. Alleen hier, dit vind ik moeilijk. Oh, what the fuck? Dat lukt me gewoon. In één keer. Oh, oké, sick. Waarom gaat niemand door het midden? Er zijn mensen hier. Ik ben de enige die door het midden gaat. Ja, we willen niet door het midden gaan. Oh, ik heb het gehad. Let's go! Oh, ik ben ook binnen. Oké. Okay. Oh, ik val bij de laatste. Anders was ik binnen. Ik val bij de laatste, anders was ik binnen. Ik heb het niet meer gehad. Ik ook. Ik val letterlijk voor de finish naar beneden. Ah! Ik sprong niet op die dingen. Oh nee. Je hebt de lilypad springen, Milanus. Oh. Ik wist niet dat die er stonden. Dat zei ik nog. Ik ga niemand daar een clipje van maken, dat wil ik eigenlijk wel erachter zien. Ik wil het ook wel zien, ja. Ik weet zeker dat hij aan zijn gezicht al de ready modus had om te gaan schreeuwen dat hij binnen was. Ja. Nee, dat was ik niet. Nee. Oké, sorry. Nee. Sta dit maar op met je kut soundboard. Pudding gewoon, zuig mijn bal. Zuig mijn bal. Zuig mijn bal. Sorry, ik moet even concentreren, jongens. Wij zitten hier de win voor jullie binnen te haken. Dus Link, even concentreren. Oh, sorry hoor. Nee, dit was dat ik ook mijn best moest doen. Ik vind dat wel een hele moeilijke map, hoor, trouwens. Eerlijk. Yo, Rick. Nee, ik ben niet aan het winnen. Oké, ik ga deze naar, en zo. Kijk, hier moet je springen. Ja, springen. Ik ga even naar Puddingboom. Zo. Oh, dit is Link trouwens. Even verder. Puddingboom. Ik zit op jouw Link. Kijk, die draaiers helemaal lopen, joh, daar links. Ik loop daarboven. Ja, lekker, man. Dan kan ik meer naar links. Dus ik ben niet meer bij de menigte. Lekker, bro. Link, goede tactics, man. Like it. Ja, jij gaat ook lekker, Pudding. Dank je. Wow, dat is aardig, zeg. Dat ben ik niet gewend. Moet wel springen daar, tussen die dingen. Nee!
Kudding, wat je nu doet, daar snap ik echt geen ene bal van. Nee! Dat is niks aan de hand. Niks aan de hand. Ja, dat dacht ik al. Allebei dood? Ja, nou ja, ik respawn wel weer, maar... Ik zag je respawn. Kijk, die zie je al staan ook gewoon. Oh, ik heb iedereen genaaid. Ja, doei! Doei! Holy! Nee! Tering, bro! Er zit één zo één nek, zit dan die Seasal mee te verneuken ook gewoon. Doe even opletten op je taalgebruik. Sorry, juf. Ja, daar gaat die kogel, hè? Daar gaat die kogel daar zo. De kogel is de kerk nog niet uit. Ah, niet meer. Helemaal balen. Ik wel, ik ben er binnen. Goh, niks aan de hand. Mag even flexen. Mag ervoor even flexen. Nou, ze kunnen nog vallen, man. Dan kan ik nog... Jij maakt verkeerde levenskeuzes, Link. Ja, Milan, jij mag niks zeggen, geen YouTuber moeten worden. Ik mag wel wat zeggen. Ja, weet ik. Oh, ik ben de kapitein. Ja. Nou. Ik kan het nog halen. Je kan het halen, Link. Als je nu heel snel bent. Rennen. Nee, er zijn nog drie plekken. Duiken. Ja! Ja! Let's go, Link! Let's go, Link! Fuck yeah, Link! Die andere gast die dook te vroeg. Je dook hem zo voorbij, die man. Lekker, man. Lekker. Ik ga wat drinken pakken. Oh, ja, niet eens stressen graag, ook gewoon, joh. Niet eens stressen ook. IJsteetje met ijsklontjes, dank je. Budding, jij had het ook gehad, hè? Ja. We zijn hier, maar als we allebei nu in de finale komen, zijn we binnen, jongens. Ja, dat is wel waar. Oh, je bent goed in. Dit wordt er. Als je vooraan start, dan pak je deze. Als je achteraan start, ben je fucked. Ja, klopt. Maar ik voel me gelukkig vandaag. Ik start keer vooraan. Eén keer. Dit komt goed. Ik start vooraan, ik voel hem. Pak jij die rode shortcut of niet? Nee, nooit. Okay, nee. Dat is echt enorm om. Oh nee, ik span achteraan, was mij. Ik span twee draai. Oh, ik span helemaal achteraan. Oh, jij bent voor mij. Ja. Gewoon niet springen hier. Oké. Okay. Ik val. Vooral al mijn evenwicht. Oh, deze vind ik ook leuk inderdaad. Ik moet gewoon nu hebben van mensen die fouten maken. Zoals dat. Hoppa! Ik kom op focus, Link. Focus. En niet, ik bedoel niet dat drankje dat heel lekker is. Oh. Maar je mag het wel hebben. En gebruiken. Je kan het gebruiken. Ja, voor 5000 vind ik best. Wat één blikje. Ja hoor. Ik vind het wel een redelijke prijs. Jezus. Nou. Ik zal wat vragen. Ik heb een aanbod voor. Ik heb een andere creator gevonden. Dit ga je wel redden, dit ga je redden. Ja, heel goed. Alleen. Belangrijk. Ja. Heel sterk. Ik ben binnen. Ik heb de boost niet gepakt net. Kut. Ben je daar nog, man? Nee. Ik was letterlijk de eerstvolgende of... Ja, ik was pittig op 21 geworden. Ja. Oké. Okay. Ik had de laatste boost niet gepakt. Alsjeblieft, laat het de finale zijn. Dan hebben we een puntje. Alsjeblieft, geef ons een puntje. Ah, wat zonde. Helaas. Dat is jammer, man. Hoe kon je meedoen aan deze toernooi? Nederlands praten. Dit toernooi. Of Spaans zijn, dat werkt ook. Of Spaans zijn. Ik voel me altijd wel fijn als Milan gewoon lulliger is tegen een kijker. Dan weet ik. Je hebt het gehaald toch, Link, of niet? Best toys! Nee, ik kom serieus net terug. Heb je het gehad? Ik was 21 geworden. Slime Climb? Vind ik zo jammer. Jongens, ik pak het kroontje! Oké, Pudding. Serieus? Ik weet hier de shortcuts. Als je dit haalt, dan krijg je... Want is dit de finale? Nee, maar... Oké, maar als je deze haalt, krijg je één Pokémon pakje. Go! Nee, waar is Pudding? In een volledige modus. En als je die finale wint, krijg je 50 Pokémon pakjes. What? Als je die finale wint. Wow. Het is wel jammer dat je die pro shortcuts niet gebruikt. Want ik heb iemand op TikTok gezien. Zo'n kogel. En die doet een hele andere route. Ja, ik versta alleen niet wat hij zegt erbij. Jij? Ja, iets met amigo, controlo, capiki. Nee, gaat goed, man. Oh, dat was een goeie. Een hele goeie. Nee. Oh mijn god. Ja, je moest daar is een shortcut. Ja.
Oh, die heb ik altijd. Ik haal het nu niet. Niet voor de zwarte gaan. Die man blokte me. Blijf gewoon focussen, maakt niet uit. Je hebt geen cam. Wat een legend, wat een legend. Hij heeft de tong uit zijn mond. Niet de hamer, niet de hamer. Ja, die hamer zag ik op TikTok. Yo, het is geen danswedstrijd, wat de fuck ben je aan het doen? Ja echt, hè? Wat de fuck doe je bro? Hoeveel 360's je count is dat op 6? Oh, ik moet lachen, sorry, ik moet plassen, stop. Wat doe je? Waarom maak je het zo spannend? Ja, hij stopt nou, gewoon ook bij de finish. Lekker Pudding! Lekker bro! Pudding heeft nog meer 360's op de controle gedraaid dan op mijn vriendin. Oh, jullie maken me helemaal naar. En die Enzo laat me alleen maar lachen. We gaan hem meteen openmaken. Packie. Ja, maar ik kan niet kijken. Ik moet concentreren. Wacht. Gaan we hem meteen openmaken. Goddammit. Straks gaat die Blastoise in mijn oor schreeuwen. Dan spring ik eraf. Komt ie. We maken hem open. Deze is voor Pudding. Oké. Wacht, is iedereen door? Ja, iedereen is door. Yeah. Je hebt niks speciaals gedaan, Pudding. Ik was nog best wel... Nee, die shortcuts moest ze gewoon halen. Ja, dat wist ik helemaal niet. Ik vond hem helemaal goed. Echt, wedden, dan ga je hier af en dan is de finale. Ja, dat is weer zo. Maar ik weet nee. Is dit even die focus. Nee. Okay. Ik ga weer concentreren. Is dit finale? Typ nu hashtag finale in de Twitch chat om te weten of dit finale is. Nee, mag ik een hashtag niet. Finale in de chat? Nee. Kom op, Puddingboom. Pudding. Nee, ook niet doen. Maar laten we nou gewoon even lekker focussen. Oké, je krijgt nu weer een Pokémon pack. Maak me anders vast open voor hem. Lekker, Pudding. En nu? Nu moet je op die fan. Oh, ja, hij is muted, denk ik. Pudding gaat vaker op fans zitten, hoor. Dus, nee! Ja. Oh, ik bedoel, verdorie. Hè? Die kogel is gewoon het flexen. Dit kan je hebben. Pas op voor die kogel. Je bent niet door. Nee. Jawel! Als laatste! Nice, bro! Lekker Pudding! Hashtag finale in de chat! Hashtag finale in de chat! Let's go! Go! Ik brak mijn enkels en die man liep gewoon over mijn lichaam heen. En ik denk, als die de laatste wordt, jongen, dan ging deze controle echt volledig volgens die collectie van Enzi. Die vijfde controle, gewoon meteen, woepee. Oh. I never doubted you. Lekker, man. Oké, finale, alsjeblieft finale. Geef ons dat puntje, alsjeblieft. Is dit finale? Yes! Puntje, baby! Oké, nu even een kroontje winnen en dan zijn we helemaal door. Enzo denkt alleen maar, ja, kut, ik heb nog zoveel pakjes, gast. Ja, als je die finale is wel de leukste finale, eerlijk. Ja, volledig concentratie. Oké, got you. Maar ik ben hier niet goed in, maar ik heb vertrouwen. Ik heb een supportive team, maar klaar maar. Oké. Wat moet je hier doen? Die vallen overleven. Weg. Overleven. Ja, overleven. Ja, maar als je op zo'n ding staat, hexagon is dat, dan gaat die onder je... Oh ja, deze ken ik. Ja. Dit heb ik, dit is, het heet Minecraft speedrunner, dit. Ja, heb je een keer Minecraft gespeedrund? Zo, dit doe je wel heel lekker hoor. Shhh, stil nou even. Bro, laat me entertainen. Nee. Dat is die goed in. Pudding moet even gewoon de focus halen. Je hebt 9 jaar ervaring. Ja, nou en ik heb 12. En daar hoor je mij ook niet over. Lekker Pudding, laat je niet gek maken. Ja. Pudding, geef niet. Er kijken maar een paar duizend mensen naar je. Kaak heeft meer kijkers dan jij. Hoe kan dat nou? Omdat hij wel goed is in het spel wat hij speelt. Ik niet. Oh man. Zeg je dat ook in Kaak's chat? Hoe komt het dat jij geen huis hebt en Milan wel? Ja. Even door. 50 Pokémon plekje. Zorg voor een plekje. Afzonderen. Oh, dat doe je. Hè? Huh? Zo'n verre plekje daar. Niks aan de hand, man. Pudding is onze e-sporter, bro! Hier! Boom, hier! Hier! Hier, deze man! Zet dit op TikTok! Oké. Bro, als je dit wint, hè. TikTok legend wil jij. Viral hebben we te pakken dan.
Er is al één iemand op het gele. Maar die gaat nu naar beneden vallen. Je bent af. Oh nee, niet. TikTok legend. TikTok viral. Ja, je hebt niet gewonnen. Ah! Oh. Ja, iemand had gewoon een beter plekje. Ja, dat is een beetje gelukkig. Maar er waren er drie op mijn gebied. Dus die vallen allemaal af. Ja, daar is die. Ja, ja die in. Oh, yeah, man. Nee, maar even applaus voor Pudding. Een puntje. Dat was heel nice. Ja, dat was heel nice. Een puntje. Echt, echt, echt heel netjes gedaan, man. Je jammer bent dat je in mijn ogen echt kunnen vrienden. Maar goed, hè. Dan moet je niet naar luisteren. Maar wacht, wat zat er in mijn pakje? Ja, ik ga nu jouw pakje openmaken. Oh, oké. Ik dacht dat je hem echt meteen had opengemaakt. Wacht. Oh. Jongens, pakkie. Mag ik even een beetje hype voor het pakkie? Oh, het is een 4-star. Oh, dat, ik heb net geleerd, dat is altijd een goed pakje. Behalve die ene, maar... ja. Ja, dat klopt. Ja, daar gaat ie. Ja. Oh, oh, leur. Ja. Ho. Oh. Oh. Spinnerack en wimpelt. Een lazerpak. Oh. Ja, hoor! Ja! Een show! Oh, joh! €1000! Duizend piekmannen! Ongelooflijk! Niet normaal. Zo, ja, en een Sleevy. Krijg ik er niet zo hard bij? Ja, joh, als je wil. Ja, doe nou even dat hij... Kom op. Kijk ja, eens. Hoor. Lekker, jongens. Even, ja! Wil je om die harde ook weer een soft sleeve doen, alsjeblieft? Ja. Kan je die ook in een mappie doen voor me? Kijk eens aan. Oh, en kan je die in een jaszak van een knolpower trui doen? Dan heb ik een bedtrek overtrek. Ja, graag. Oké, ik leg hem apart en dan stuur ik hem naar je op, ja? Met handtekening? Ja, als wat jij wil, joh. Oh, wacht, dan is de kaart niks meer waard. Dan laat ik hem graden. Daarna. Graden met handtekening. En dat zij ze binnenkrijgen en denken, wat? Ja. Oh, ja, ja, we gaan gewoon door, dames en heren. Entertainment is hoog. Nou, de zweet ook, hoor. Oh. The No Apple Pie for You is... wat een gemene naam trouwens als een leider van het toernooi. No Apple Pie for You. Ja, echt. Zo, rustig, hoor. Goh. Ik heb vanochtend nog appeltaart gehad. Oh, heeft die vriendin een vriendinje gemaakt, of niet? Toevallig. Nee, die kreeg ik. Oh, was het daar rond 2? Oh. We hebben 2 punten. Staan we? Oh, we staan nog steeds achter. No, oh, we hebben, ja, we hebben gewoon nu een punt erbij, natuurlijk. Ja, wacht even, we staan achter, dus. Gedeelde gedeelde zevende nee, plek. Nee, luister even naar de captain. Oh, ja. Oh sorry. Oh, ik ben de captain, was even vergeten. Gedeelde... want ik was gewoon stil. Ik was gewoon stil, want ik dacht... Wacht even, wie is de captain? Ja. Gedeelde... Wat? Wie zei dat? Ja. Gedeelde zevende plek met team Ibai en die... hoe heet die andere, Hans? Tumblr. Ja, lekker man. Nou, goed. Oké, maar... Ja, zevende plek is niet best. Nou, het is hoger dan dat ik ben geweest. Als je kijkt naar de wereldwijde standing van de situatie in... Ik zie een randje en zo. Ik zie een randje. Laat maar zien. Oh! Dit is de stand. Ja hoor! Kijk eens even. Kijk. Dat is toch top? Dat is toch prima? Oh, wacht, GG's nummer 7 tot 15. Maar wij zijn nummer 7, toch? Ja. Of niet? Ja. Dus zijn we nu door, of niet? Als laatste plek. Wij zijn nu... Worden we gekickt? Nee, wacht, we zijn zevende, toch? Dus... Wij hebben nu... dit was het misschien? Nee, maar wacht. Team 7 tot en met 1. Wacht. Oh, nee, dus het is over. We hadden zesde moeten zijn. Nee, we hebben nu nog een ronde 3. Toch?